Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. En naast mij zit... Patrick van der Wijk. Ik ben Moeie Zaghout. En nu gaan we het hebben over... Blokkers. Blokkers, ja. Een comedy. Een comedy. Waarbij een aantal thema's wel weer hetzelfde waren als alle andere tiener-comedies. Tiener-comedies. Ja. Maar het gaat altijd over seks. Eigenlijk. Altijd. Ja, dat is in Amerika... Seks zelfs. Ja, dat is zo. Dat weten ze. Het was een aardige comedy, vond ik, met een paar hele leuke momenten. Ja. Vooral, het waren... Leuke momenten. Ja. Hij is ook goed gecast, vond ik. Ja. Ja. In principe gaat het over drie ouders die proberen om hun dochters die een sekspact hebben gesloten voor de prom night, om die tegen te houden. Ja, ja, daar komt het op neer. En ze komen natuurlijk allemaal erachter dat hun meiden natuurlijk gewoon volwassen zijn. Ja, en dat ze heus wel weten dat ze goed opgevoed zijn. En dat is allemaal... Ja. In het begin denk ik niet, want dan is het losgaan. En eigenlijk zijn eigenlijk de tieners, dat is wel aardig, maar het gaat ook om de ouders, die komen in een gekke situatie terecht. Die komen terug. En dat maakt dat het best wel grappig moment is. Het is gewoon niet normaal aangenomen. Ja. Leuk, gewoon een leuke film. Ja, dus het is een leuke film. We hebben altijd best wel hard gelachen. Ja, dat is zeker wel. Het was een leuke film. Ja. Het was geen dijker, het was een topfilm. Het is Netflix zeker waardig. Ja, ik zeg eigenlijk. Hoef niet voor naar de bioscoop nog een keer of zoiets. Nee, het is een film om gezien te worden, dat vind ik zeker. Dus dat is gewoon een leuke film. Ik vond uiteindelijk, misschien als je er eerlijk over nadenkt, de trailer die was leuker dan de film. Ja, maar er zijn een paar momenten die we niet hadden gezien en daar moest ik wel heel erg om lachen toen. Dus dat was wel met name natuurlijk het moment dat zijn twee ouders, die zijn heel erg open-minded. Ja. En die doet allemaal seksparties. Ja. En daar komt wel beter dat zij erin zitten. Ja. Hij moet er nog wel om lachen. Dus nu lachen, ja, dat had ik hem helemaal kapot gelachen. Toen heb ik echt met die bal. Ja, dat klopt. Ja. Dat was echt, dat was goed. Dat is goed. Dat andere wat grote moment hadden we helaas wel gezien in de trailer. Met die bier. Ja, bier komt daar. Ja. Dus er zaten echt wel wat leuke momenten bij. Dus het is moeite waard om te kijken. Als ik stel voor dat je een biertje op hebt en je wilt een filmpje kijken, dan vind ik dat een prima film voor. Dat is het zeker. Dus, om gewoon even te lachen. Gewoon lachen. Gewoon simpel die nadenken. Simpel comedy. Als je dat wilt kijken, prima film. Is zeker. Ja, dus ik ga gelijk een cijfer geven. Want meer hoeft niet over te vertellen. We hoeven er bijna over te vertellen. Ja. Ik geef hem 6,5. Ja. Ik sluit aan. Ja, gewoon prima. Dus gewoon, klopt. Leuk om te zien. Laatst zijn er weer veel van dit soort We hebben veel 6,5 dus. Dus dat is een beetje jammer. Maar er zijn ook wel dit soort romcom team dingen zijn de laatste tijd. We hebben er al een paar gezien. Ik heb alweer een paar herinneren. Dat ik denk, nou, we hebben er... Ja, weet je. Alweer. Klopt, maar het zijn allemaal hetzelfde niveau. Het is allemaal hetzelfde niveau, een beetje. Ja. Ja. Het is niet dat we tegen comedy zijn, hoor. Maar, zijn heus wel zeker niet. Maar ja, die Amerikaanse comedies gaan wel een beetje op elkaar lijken. Ja, maar het heeft allemaal. Het is het probleem en op een gegeven moment komt de adventure. En daarna komt de oplossing. Klopt. Pof, dat is het eigenlijk. Ja. Oké, nou mensen. Tot de volgende keer. Doeg.